Aanpraten over Dr. Anders P. Onder meer naar aanleiding van Compilé Complé, wat hier ligt. Ik geloof, wat zijn het? 8 cd's, hè? En, 8 stuks, ja. Ja. Jij bent vandaag geweest in de Kleine Comedie. Je hebt daar opgetreden. Ja. Dr. Anders P. ging daar ook naartoe. Wij mochten met hem mee in de taxi. Zullen we daar eerst even naar kijken? Een klein stukje Dr. Anders P. Ja. In de wagen. Waarde aanwezigen, dank voor uw toestroming. Even zien. Ik heb het zelf geschreven, dank dus ik voor moet de, het voor de toch kunnen lezen. Dank voor de voordrachten. Allervoortreffelijkst. U heeft vanavond mijn leven verrijkt. Zij was gekleed in rits, die keek. Een heel plezierige ervaring. Veel plezier. Was prachtig. Dit was op de Amstel voordat het allemaal begon. Het hele verkeer was opgestopt voor een 92-jarige taalkunstenaar. Dat nog kan in Nederland, dat geeft toch hoop. Dat is toch prachtig. Optimisme. Ja, het liep helemaal vast. Mooi. Hij heeft de erepenning van Amsterdam gekregen. Dat is fijn, natuurlijk. Ja. Maar hoe was die avond verder eigenlijk? Nou, ik heb alleen de eerste helft meegemaakt. In de rust moest ik hier naartoe. Want het is allemaal live en happening now. Dus hoe het is afgelopen, hij zou op het eind ook op het podium komen. Dat is zelfs misschien op dit moment wel aan de gang. En dan krijgt hij dit overhandigd en dan krijgt hij de penning. Dus als iemand nu live zit te kijken, dan kun je het misschien in zijn oortje. Wat maakt hem zo bijzonder? Je ziet het nu al. Het was een artiest met verschillende grote talenten. Het was een hele goede, rare performer. Net zo'n beetje als Tom Waits en Randy Newman. Iemand die niet echt kan zingen, maar heel goed weet wat hij doet. Hij is natuurlijk beroemd om zijn meesterlijke teksten. Hij is ongeëvenaard als tekstschrijver. Daarnaast heeft hij ook nog heel veel gedaan voor de theorie van het rijm. Echt, hij heeft heel veel mensen geïnspireerd. Het rijmwoordenboek van Jaap Bakker, daar is hij belangrijk in geweest. En hij is ook nog eens onderschat als componist. Hij heeft een heleboel nummers gemaakt, ook voor Adelle Bloemendaal, Gerard Cox, Cabaret Ivo de Wijs. Die hebben allemaal zijn werk gezongen. En weer een hele nieuwe generatie, Kees Thorne heeft hij enorm geïnspireerd. Die nu binnenkort ook... We gaan straks daar iets van horen en zien. Maar wat is een olleke bolleke? Want daar schijnt hij nou te blinken. Ja, dat is een versvorm die heet in Engeland Higgledy Piggledy. En het gaat om een dubbele dactylus. Dubbele dactylus. Papete, papete, tippete, tappete, tappete, toef. Papete, 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 tatata, roef. En dat is een versvorm waar je ontzettend veel in kwijt kan. En hij is daar helemaal aan verslaafd geraakt. En dan moet dat volledig aan voldoen. Nou, het moet precies aan het metrum wat jullie voordoen. Het zesde woord is een zeslettergrepigheid. Parlementariër. Ontegenzeggelijk. Dat moet dus een woord van 6 lettergrepen zijn. Ja. Als je daarmee aan de slag gaat, dan vind je er best wel een paar. Maar daar is hij helemaal met Ivo de Wijs aan verslaafd geraakt. En ook iedereen om hem heen. Ik heb ze ook jaren gemaakt. Maar jij maakte ze ook, hè? Ja, en je hebt ze ook al opgestuurd? Ja, toen ik 16 was, heb ik hem een paar opgestuurd. Hadden we in de schoolkrant Olleke Bolleke geschreven. En toen kreeg ik een brief van hem terug in dat handschrift wat hij zelf niet kon lezen. Mm-hmm. En ik moet daar ook in een leesbril voor opdoen. Ik heb overigens ook gezegd in de Kleine Comedie dat hij van alle Nederlandse artiesten het allermoeilijkste is om niet te imiteren. Dat is, zodra je zijn teksten brengt, begint die stem vanzelf in je op te komen. En hier schreef hij... Kijk, mijn eigen naam past in Olleke Bolleke. Dus dat was een geschenk uit de hemel. Heerlijk zo'n postzending, Erik van Buiswinkel. Dank voor je schrijven en 2 keer het blad. Tevens veel lof voor de perfectionistische Olleke Bollekes daarin vervat. Ja, dit is prima hoor. Ga zo maar door, jongens. Weet dat je velend plezier doet daarmee om nog te zwijgen van ondergetekende. Lees het als afkorting DRSP. Juist. En alles klopt, alles loopt. Hij is heel streng. Het is echt een virtuoos. Nou, heb je ook veel contact? Want dit gaat dan met een briefwisseling. Maar hoe was je eerste contact met hem? Nou, je moet hem eigenlijk zien in jongerencentra. In de jaren 70 en 60 al trad hij vooral op studentensociëteiten, jongerencentra. En daar eindigde hij ook wel eens onder de piano. Want hij hield ook van een borrel. En hij was eigenlijk in theater minder op dreef dan als hij voorbij de 10e rij moest komen. Met die stem en dit hele voorkomen, dat heertje. Maar in de sociëteit was hij op zijn best. En ik heb hem gezien in het JAK, weet je, het jongerenactiecentrum. Met hele raar, met hanenkammen om zich heen. Dat trekt zich nergens iets van aan. Dan is hij op zijn allerbest. We hebben een paar hitjes, want hij heeft hits gemaakt. Hè? Hij heeft zelfs, dat zul je zien in de opzomming, in Top Op opgetreden. Ja, een veel grotere confrontatie kun je niet voorstellen. Laten we even kijken.
Geschreven zegt zo'n juffrouw in het rapportel. En vrijheid, blijheid daar niet van, maar zoiets is niet meer normaal. Dalen de omzetten, stijgen de lasten. Liegen, bedriegen, oneerbaar betasten. Heen en weer, heen en weer, heen en weer, heen en weer. Pas gitaar en klap sigaar. Flink gebouwde weduwnaar. Leef onze goede tijd! Ongegeneerd vredeliedjes ook, hè? Over kinderen die gevoerd worden aan de wolven. Het schijnt dat Jantje onlangs bij de spoorbaan heeft gespeeld... Ja. En door een intercity-trein in tweeën is gedeeld. Zijn kleine zusje heeft met bovenmenselijke kracht... de roekeloze deugniet één voor één naar huis gebracht. Dat is Dr. Anders P. Ja. Dat is zo goed. Ja, hij is vreed en hij schrijft ook heel veel ook altijd over de rode schijn op het Oude Kerksplein. En waar de meisjes van het vrije bestaan zitten met hun kleurige jurkjes net niet meer aan. Heel veel over bordelen en hoeren en veel over exotische oorden ook. Het ging altijd over Veracruz en over, niet over Antarctica. Nee, nou, ik ga straks wel één lied zingen wat uitgerekend een politieke strekking. Hij heeft nog één lied geschreven, dat kon ik niet meer achterhalen. En dat zou ik ook niet meer in mijn hoofd hebben gekregen. Dat heet Markt. Waarin hij begint met een ruzie op de markt over de gulden. Nou, dat zou gulden en euro, dat zou perfect zijn. En dat escaleert in vier coupletten achter elkaar naar dat de macht wordt overgenomen in Nederland door een energieke kolonel. En dan komt de hele boel in orde. Alleen maar vanwege de kreet op de markt is je gulden een daalder waard. Dus iemand neemt ze daarop letterlijk. Maar dat soort dingen, nee ja, hij neemt niks serieus. Dat maakt hem een groot light verse dichter. En nooit was hij te betrappen op niet de liefde, niet de religie. Hij heeft gruwelijke dingen over het christendom geschreven, over Golgotha en dingen. En niet de politiek. En hij neemt strikt genomen niet serieus. Is dat geldt dat ook voor zijn leven? Dat denk ik niet. Want zijn vak nam hij heel serieus. En hij was reclametekstschrijver eigenlijk. Ja, eerst als reclametekstschrijver, later toen hij beroemder werd. En, nee, als artiest nam hij dat vak nam hij nou weer juist heel serieus. Dat is ook het kenmerk van de ware artiest. Daar deed hij geen compromissen. En misschien ook wel een beetje van de Zwitser. Zwitser, ja, misschien is dat een beetje... Er zit een soort klokwerk in zijn hoofd. Hij is geboren in Zwitser, hij heet eigenlijk Heinz Poltzer, heet hij. Ja. Willem Duis heeft zijn pseudoniem bedacht. En hij was dat juist een Zwitser het allerbest met onze taal kon kneden van iedereen. Dat is eigenlijk een klein wonder natuurlijk. En de perfectie van het Zwitserse horloge, zal ik maar zeggen, was ook in zijn teksten. In alles, in de kleinste dingetjes. Het lied wat ik straks heb, heeft een schema A, B, C, D, D, C, B, A. Dus het gaat van A naar B en dan weer terug. Dat hoor je niet, maar als je het leest, zie je het wel. CDA, CDA, heeft hij dat ook? CDA, CDA. Hij zou er toe in staat zijn. Ja. Mike Baudet heeft hem geïmiteerd. Jij kan het ook heel goed. Ja. Om Mike Baudet moesten we ook erg lachen. Mike kan het heel goed. Boris Mout en Davy hangen aan een dadelboom. De ballen van Piet Veerman staan geregeld onder stroom. En Rudy Valkenhagen krijgt een lekker kopje thee. Voor sommige artiesten valt Irak nog reuze mee. Ahoe. Holland hier, Holland daar, Hans Klok vermalen tot tartaar. Holland hier, Holland daar, Braakhekken is bijna gaar. Holland hier, Holland daar, dooie vroeger geen bezwaar. Holland hier, Holland daar, ach het is Dries Roelvink maar. Holland hier, Holland daar, dokter Anders P. is klaar. Kopspijkers, het ging over de artiesten die naar Oezgan gingen en daar één voor één op gruwelijke wijze aan een eind kwamen. Geniet hij daarvan? Die Trojka is ook een... dat vindt hij prachtig, ja. Die Trojka is ook een heel vreed lied. Het Trapportaal is een heel vreed lied. Ja. Er ligt alweer een commensaal in het Trapportaal. Ja, er ligt alweer een juffrouw in het Trapportaal. Oh. Dat doet de commensaal. Juist. Ja, ja. En die was dood. Die juffrouw dood. En die juffrouw waren allemaal dood. En niemand kan het uiterste verlangen. We maken van ons huis geen abattoir. En die moraal was ook zo mooi. Dat is een lied uit 1958 of zo. En hij was eigenlijk daar al scherper dan Annie Schmid bij wijze van spreken. Dat hij zei, ja, er vallen 5 dode juffrouwen in het Trapportaal. Maar waar iedereen over klaagt, is dat de mensen met rode schoenen over het kleed lopen. Dus die commissaal moet weg. Want zo'n juffrouw hoort in het kanaal, maar niet bij ons in het Trapportaal. Dat is Nederland. Straatjes schoonvegen. Er zijn natuurlijk allemaal mooie nummers. Die staan ook in dit boek en op die cd's. Maar toch hebben we jou gevraagd om er één te kiezen en om die ook te gaan zingen. Waar heb je voor gekozen? Ja, het komt wonderschoon uit dat ik heb met mijn eigen band, waar ik mee door het land trek, heb ik dat ooit op repertoire gehad. En dat is een lied dat heet Goed Nieuws. Nou, wat willen jullie nog meer?
als er ooit behoefte is aan goed nieuws. Doe eens een poging. Nee, dit is goed. Dit is zeker nieuws. Dit is een lied dat gaat over wat er over 3 weken gaat gebeuren. En het eindigt met de wereldvrede. En dat is toch wat iedereen wil. En hij heeft dat ooit geschreven voor Cabaret Ivo de Wijs. En wij vermoeden, ik heb het niet kunnen achterhalen, dat Pieter Nieuwind de muziek ervoor heeft geschreven. Hoewel Dr. Anders zelf heel veel goede muziek heeft gemaakt. Maar dit is een meesterlijke vertelling over wat er gaat gebeuren binnenkort. Oké. Ja, daar gaat het jasje bij uit, hoor. En dan kunnen we ook misschien wat van de onafvolgbare Dr. Anders mimiek bij doen. Mannen, start maar. Over een week of 3 vindt er een opmerkelijk gebeuren plaats. In het spreekuur van een jonge maar bekwame arts. Want dan krijgt hij een patiënte van een jaar of 40 en die voelt zich niet gezond. Nou, dat wil hij best geloven, gezien de vale plekken op haar huid. Inderdaad, u bent niet helemaal in orde, zegt de dokter, steek uw tong eens uit. En dan gebeurt het, de tong valt op de grond. Voor een medicus die nog maar net met zijn praktijk begint, is dat iets heel aparts. Hij zegt, mevrouw, u kijkt er vast wel gek van op, u bent mee laat. Zegt de dame, zij kan niet meer goed articuleren. En de dokter geeft haar gauw een briefje voor de specialist. Hij hoopt dat die haar kan solderen. De optimist. Snel spuit de specialist een sulfonamide in de leideres. Doch bij haar vertrek heeft hij haar rechterhand nog vast. Haastig legt hij die opzij, hij geeft zich een injectie, maar het kwaad is al geschied. De bacterie of het virus of wat het zij mag is heel vlug ter been. Reeds voordat de GGD er iets van merkt, grijpt de besmetting woedend om zich heen. Er heerst verwarring op allerlei gebied. Na een rommelige zondagmiddag wordt de voetbalcompetitie afgelast. En er is ook geen vraag meer naar balletschool of pianoles. Men ziet al spoedig neuzen en zelfs oren liggen in de tram, op trappen en in erkers. Hier en daar een voet in vette klei of in het mulle zand. Ook goochelaars en rietbewerkers zijn zeer onthand. Artsen en specialisten staan van dit nieuwe ziektebeeld versteld. En een nationale actie helpt al lang niet meer. Want zodra een collectant gaat rammelen, belandt zijn arm met bussen al op straat. En de vuilnisophaaldiensten zijn toch al radeloos van al het werk. In het buitenland is de vermindering aan lichaamsdelen minstens even sterk. Er is geen mens meer die nog geheel bestaat. Maar dit geeft een zegenrijke invloed op de situatie in het stadsverkeer. En het doet wonderen voor het bemoeilijken van elk geweld. Dictatoriale macht en terrorisme en het rijk der misdaad zijn niet ongereden. Zelfs de nette lieden zijn gedoemd tot onbeweeglijkheid. En daarmee wordt de wereldvrede dan toch een feit. Dit was Erik van Muiswinkel en zijn muzikant Dr. Anders P. Compilé, Complé, de muziek allemaal. Componé. Ja? Ja, voor het allergrootste deel door hemzelf. Ja, zeker. Right. Ja. Wij danken jou. Wij danken al onze gasten. En sommigen zullen we vast deze week weer zien. Maurice vast nog wel een keer met rekenen, plussen en minnen om te kijken hoe het allemaal verder moet. En de komende dagen zal politiek de hoofdmoot vormen hier aan tafel. En morgen zijn we er weer onder meer. Ja, met deze man. Dit druist volledig tegen onze principes in. Wacht even, mevrouw de Vol. Wij gaan even in intern overleg.
hebben een stevige interne discussie gehad. Zo gaat dat in een democratie. En we zijn eruit. We zitten allemaal weer op één lijn. Ja, wie is die man, vraagt u zich af. Dat is natuurlijk Owen Schumacher, alias Maxime Verhagen. Althans daar, over zijn nieuwe televisieprogramma NEP. Tot morgen. Tot dan.